Gmail, Asana, Slack, Zoom, Workplace van Facebook, je HR-systeem, Freshdesk, noem ze maar op. Allemaal hebben ze een eigen inlogsysteem. Inloggegevens, dus gebruikersnamen en wachtwoorden, die je zelf en al je collega's moet onthouden. En als organisatie moet je het ook nog zien te managen. Denk hierbij aan je on- en offboarding. Hebben mensen die uit dienst zijn nog toegang tot bepaalde diensten bijvoorbeeld? Onhandig, maar zeker ook onveilig. Zeker in grotere organisaties. Waarom dat zo is en hoe het anders kan, leg ik uit in deze video. We gaan het namelijk hebben over identity management in de cloud via onze techpartner Okta. Privé kennen we het allemaal wel. Die knop met login met je Google of Facebook account. Superhandig, want daarmee hoef je niet steeds een nieuw wachtwoord te verzinnen en daarmee ook te onthouden. Dezelfde technische protocollen gebruikt Okta om dit in de zakelijke context te regelen. Single sign-on, SSO heet dat. Gebruikers loggen één keer in via Okta en vervolgens start je alle applicaties in de cloud, maar ook on-premise of mobiel. Handiger is het sowieso, maar waarom is het ook veiliger? Jij en ik zijn foutgevoelig. Gebruikers hebben aantoonbaar een slechte wachtwoordhygiëne, zoals het mooi heet. We moeten zoveel wachtwoorden verzinnen en gebruiken dat we slordiger worden. Hergebruiken, makkelijker maken, noem maar op. Laat staan alle gekke tekens waaraan een wachtwoord tegenwoordig aan moet voldoen. Single sign-on synct met je bestaande HR-systeem of zelfs met je Active Directory. Het is dus geschikt voor hybrid cloud. Extra veilig, want wie toegang heeft tot al je applicaties is altijd centraal geregeld via je bestaande systeem van voorkeur. Als grote organisatie streef je naar een vlotte on- en offboarding, voor zowel je collega's als IT. Bij veel organisaties hebben wij gezien dat je met single sign-on flinke stappen zet op dit gebied. Extra gebruiksgemak zorgt voor blije collega's en productiever werken. En je IT-afdeling belast je met minder supportvragen. Maar het mooiste is, je verbetert de veiligheid van je organisatie flink. Zero Trust is een security concept dat uitgaat van het niet automatische vertrouwen van users, devices en meer. Voorheen gingen organisaties ervan uit dat alles en iedereen in het interne netwerk veilig was. Trusted was. En al het externe niet. Dat is een benadering die niet 100% veilig bleek te zijn. Zeker niet in de tijd waarin we veel in de cloud werken of op mobiel. Het uitgangspunt van Zero Trust is dan ook op een slimme manier te regelen dat intern de juiste mensen de juiste rechten hebben in de juiste context. Met Zero Trust voorkom je op die manier gevaarlijke en schadelijke datalekken. Maar hoe regel je zoiets op een manier ook in die ook echt werkt voor je organisatie? Wat je niet wil is inleveren op gebruiksgemak. Dat is waar Okta om hoe komt kijken. Zero Trust met Okta kun je zien als een logisch gevolg op Identity en Access Management. Concreet gezien ga je kijken naar Context-Based Access Policies, dus slimme regels voor extra veiligheid. Zo kun je bijvoorbeeld een verschil maken tussen iemand die probeert in te loggen op een eerder gebruikt company device of iemand op een nieuw netwerk met een nieuw device. Met Okta stel je makkelijk policies op die extra checks vragen van die risicogroepen, die vervolgens multifactor authenticatie krijgen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en je moet ook goed kijken wat er voor jouw organisatie nodig is. Iets waar wij je bij Nexovate graag bij helpen. Bij Nexovate werken we dagelijks samen met grote klanten aan een digitale werkomgeving. Veiligheid staat daarbij altijd voorop, maar ook gebruiksgemak voor alle collega's is uiterst belangrijk. Wij geloven dat wanneer werk leuk is, mensen ook productiever en efficiënter werken. En uiteindelijk gewoon veel blijer zijn. Okta geeft ons de mogelijkheden om veiligere werkomgeving te designen die zelfs nog makkelijker te gebruiken is. Best-of-breed systemen zoals Google Workspace zijn vanuit huis uit al goed beveiligd. Maar we zien dagelijks complexe situaties voorbij komen. Denk je bijvoorbeeld aan legacy systemen binnen grote organisaties die nog niet zomaar vervangen kunnen worden. Okta stelt ons in staat om elke digitale werkomgeving met cloud en on-premise applicaties te koppelen en veiliger te maken. Daarnaast vragen recente ontwikkelingen met thuis of mobiel werken om een nieuwe aanpak die toekomstbestendig is. Single sign-on en Zero Trust Security zien wij dan ook als een onmisbare stappen in veiligere cloud organisaties van de toekomst. Wil je meer weten over Okta? Op onze site kun je diverse whitepapers downloaden. Of plan een keer een afspraak met ons in. Ik spreek je graag!